Hoi, dit is Colette van Intuïtief Inzicht. Ik ga een dagvibe doen. En ik wil beginnen met een Osho tarotkaart. Een Osho Zen tarotkaart. Wat is er voor de dagvibe? Voor wie is dit bedoeld? Wie trekt zich dit aan? Wie voelt zich aangesproken? Weet dat tijd vloeibaar is. Ik zeg het ook voor de nieuwe volgers. Het kan zomaar gebeuren vanaf het moment dat je de reading kijkt. Pak eruit wat voor jou klopt. Probeer het niet passend te maken, want dat is echt niet de bedoeling. Je weet precies wat voor jou bedoeld is. De Osho Zen, kijk, hij vliegt eruit. Ben je misschien 74? Of 47, hoeft helemaal niet. Compassion. Oeh, dit is zo'n mooie kaart. Wauw, dit heeft te maken met vergelijken. Vergelijk jezelf niet met een ander. Want je zult altijd iets zien in die ander wat je zelf niet hebt. Of dat je denkt, oh, maar dat wil ik ook. Oh, ik wil ook zo kunnen zijn. Jij bent die boom of jij bent die boom. Ik ga hem even voorlezen. Zonder dat ik in allerlei wijsheden terecht wil komen, want dan wordt het weer zoveel. 74. Even kijken, vergelijking. Ja. Wie heeft je toch verteld dat de bamboe mooier is dan de eik? Of dat de eik meer waard is dan de bamboe? Denk je dat de eik, net als deze bamboe, een holle stam had willen hebben? Is de bamboe jaloers op de eik omdat hij groter is en zijn bladeren in de herfst verkleuren? Het idee dat twee bomen zich met elkaar vergelijken lijkt belachelijk, maar wij mensen hebben er kennelijk moeite mee deze gewoonte te doorbreken. Laten we eerlijk zijn, er is altijd iemand die mooier is, of begaafder, of sterker, intelligenter of ogenschijnlijk gelukkiger dan jij. En omgekeerd zijn er altijd mensen die in al deze opzichten voor je onderdoen. Je komt er niet achter wie je bent door jezelf met anderen te vergelijken, maar door te kijken of je zo goed je kunt je eigen mogelijkheden waarmaakt. Wauw! Ik kijk nu ook naar mezelf. Dit is echt, we doen het allemaal. En misschien niet eens zozeer omdat die andere persoon... dat je het ook zou willen hebben, hè? Want je weet eigenlijk helemaal niet of die andere persoon wel gelukkig is met het mooi zijn of met begaafder zijn of intelligenter zijn. Iedereen heeft zo zijn dingen. Die ander kijkt ook weer naar jou. Ik vind het heel bijzonder. Ja, deze dagvibe gaat over vergelijken. Er is iemand die dit mag horen. Kijk gewoon niet naar een ander, maar benut je eigen mogelijkheden. Ik lees het even af. Door te vergelijken ontstaat minderwaardigheid en meerderwaardigheid. Als je niet vergelijkt, zijn alle minderwaardigheid en alle meerderwaardigheid verdwenen. Dan ben je er gewoon. Een kleine struik of een grote hoge boom, het maakt niet uit. Je bent jezelf. Je bent nodig. Een grashalm is even nodig als de grootste ster. Zonder de grashalm zou God minder zijn dan hij nu is. Deze roep van de koekoek is even nodig als een Boeddha. De wereld zou minder zijn, minder rijk zijn als deze koekoek verdwijnt. Kijk eens om je heen. Alles is nodig en alles past in elkaar. Het is een organische eenheid. Niemand is hoger en niemand is lager. Niemand is meerderwaardig en niemand is minderwaardig. Iedereen is onvergetelijk uniek. Wauw, ik vind het zo'n prachtige opening van deze dagvibe. Kijk eens naar jezelf en weet ook dat andere mensen weer naar jou kijken. Want zo gaat het gewoon. Ik ben heel erg benieuwd wat de kaarten gaan zeggen. Dit is trouwens hier kaart 5.
Dit zijn de paginanummers, die heb ik er zelf opgezet. Die hebben voor mij dan ook betekenis. Dan kan ik het sneller zoeken. Maar dit is kaart 5 uit de Osho Zen. 5 betekent verandering. Ja, misschien kun je het voor jezelf inderdaad dat je denkt, verrek, ik doe dat eigenlijk ook altijd. Ik denk altijd dat een ander er leuker uitziet. En waar heeft diegene die trui nou gekocht of die schoenen? Wat bij jou past, past bij jou. En je kunt niet alles hebben en doen wat een ander doet. Dat is ook helemaal niet leuk, want dan komt het niet vanuit jezelf. Verder. Someone you know is undependable and insincere. Ja, er is hier een teken dat te maken heeft met iemand die niet helemaal eerlijk is. Iemand die onberekenbaar is, laat ik het zo zeggen. Je kunt niet van diegene op aan. Is dat misschien ook degene waarmee je jezelf vergelijkt? Nou, hou er maar mee op. Hou er maar mee op. Ik ben heel erg benieuwd. Ik ga eerst eventjes... kijk eens, dat zijn er veel te veel. Deze gaan terug. En dan ga ik de kaarten van Colette erbij leggen. Het is een prachtige mooie dagvibe. Ik zie al wat er verder ligt. Ja, er is hier een teken dat echt meer in eigen kracht mag komen. Blij zijn met jezelf. Het is soms zo lastig, hè? Als je ergens aan denkt wat niet fijn is. Of als je het gevoel hebt dat iets niet beantwoord wordt. Maar je bent zelf een eigen leven. Je bent de eigenaar ook van je leven. En jij bent de enige die het anders kan doen. Of die het kan houden zoals het is. Laat je niet van je sokkel blazen, zou ik willen zeggen. Wat is er voor de dagvibe? Kijk eens, dit zijn er 2. Ik wil er nog 2. Ja, je hoeft je nergens zorgen over te maken. Dat zie ik ook al. Je maakt je zorgen om niks. Ik denk dat er hier een teken is dat heel erg kijkt naar iemand anders. Die eigenlijk, als je dat afpelt, waar kijk je nou eigenlijk naar? Ik ga beginnen met deze. Ja, er is iemand die onberekenbaar is. Iemand waar je niet van op aan kunt. En dat is lastig, want je hebt het op dit moment heel erg nodig om je veilig te voelen. Dat is wat ik doorkrijg. Je hoeft je nergens zorgen over te maken. Deze persoon die spiegelt ook precies wat jij niet bij die persoon moet halen. Want deze persoon die laat zien dat je op jezelf mag vertrouwen. Kijk nou, dan moet ik naar deze kaart kijken. Als je stil wordt, ontdek je je eigen wijsheid. Er is iemand in je omgeving waar je niet op kunt rekenen. En je weet het, je weet het. Er liggen een aantal ervaringen al met deze persoon. Waarom zou je proberen om dat om te buigen? Ik wil bijna zeggen een bamboe rietje. Deze persoon kun je niet veranderen. Maar het is iemand waarmee je omgaat en waar je alleen maar van kunt leren van, goh, dit wil ik niet. Ik wil mij veilig voelen bij mijn vrienden, bij mijn familie, collega's. Je kunt het niet altijd uitzoeken natuurlijk, of je kunt het eigenlijk nooit uitzoeken, behalve bij je vrienden. Maar het wil jou iets laten zien, dat je namelijk op jezelf kunt vertrouwen. Je hebt de mening of de daad van die ander niet nodig. Dat is heel duidelijk. En kijk nou, er komt gegarandeerd succes. Dit heeft te maken met deze kaart. Er wordt hier heel duidelijk gezegd, maak je geen zorgen. Je hebt werkelijk enorme verhalen in je hoofd. Je maakt verhalen in je hoofd over iemand anders. Het kan een vriend zijn, een vriendin. Iemand dat je denkt van, god, die heeft altijd alles wat ik niet heb. Nee, laat het los. Want jij bent ook nodig en belangrijk. Nou, dat heb ik net ook voorgelezen uit het boekje. Maar goed, dat hoef ik niet voor te lezen, want dat weet ik ook. Er komt succes en dat succes komt als jij helemaal jezelf kunt zijn. Met je eigen dingen, je eigen leuke trui, je eigen leuke schoenen, je eigen baan, je huis, je smaakjes, je gekke dingetjes.
Er is hier iemand, en dat heeft ook hiermee te maken. Een iemand die zich zorgen maakt dat iets niet goed genoeg is. En dat is wat ik hier ook heel duidelijk zie, hè, als rode draad. Daarom vergelijk je ook met een ander. Maar je doet het goed. En je zit ook op iets te broeden. En dat gaat eruit komen. Dat ei gaat gelegd worden. En daar ga je succes mee krijgen. Maak je geen zorgen. Het heeft toch te maken ook weer met niet genoeg zelfvertrouwen hebben. Je bent er onzeker over. Ja. Terwijl je van de andere kant ook heel goed weet dat je je rug recht kan houden. He, als bamboe, als eik sta je al stevig. En als bamboe weet je ook dat je niet omver te blazen bent. Als het erop aankomt, er is hier een teken die... Als het erop aankomt, sta je je mannetje. Maar voordat er iets gebeurt, kun je onzeker zijn en twijfelen. En het is zo jammer, want je hoeft je geen zorgen te maken. Sowieso niet, want jij bent jij. Dat wil ik gezegd hebben. Kijk nou eens, trouw aan jou. Ja, het is weer ongelooflijk. Blijf trouw aan jezelf. En ga niet piekeren over iemand die onbetrouwbaar is. Waar je niet, of onbetrouwbaar in de zin van onberekenbaar. Dat is natuurlijk ook onbetrouwbaarheid. Trouw aan jezelf. Er is hier een teken dat dat echt, echt mag leren. Maar je zit in een periode waarin je zo ongelooflijk te maken hebt met iemand of met meerdere mensen die proberen om jou wankel te maken. Trouw aan jezelf. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen. En dan ga je schitteren. Want dan heb je namelijk ook, ben je helemaal niet meer bezig met wat die ander ervan denkt. Hoe oud je ook bent, hè? 74, 47, 50, 60, 30, het kan van alles zijn. Blikseminslag. Kijk eens, en vuur. Er is iets met een vlam. Een vlam in de pan. En dan bedoel ik niet brand, maar dan denk ik aan iets wat jou enorm raakt. Iets of iemand waar je ongelooflijk warm hart van krijgt. Iets waar je een sprongetje van maakt. Wat ben je aan het uitbroeden? Ben je iets aan het doen voor iemand? Ben je een verrassing aan het voorbereiden? Of ben je een project aan het beginnen? Heb je iets besloten voor jezelf? Wauw, ik vind het fantastisch mooi. Ik wil nog een wegwijzer. Een magische wegwijzer wil ik er nog bij. Prachtig. Maar deze kaart, hè, lieve tekens. Want natuurlijk, ik kan niet alle dingen erbij, want dan duurt de dagvibe te lang. Maar dit heeft te maken met iemand waar er is iets vlammends. Er gaat iets in je vlammen. En dat ligt hier ook. Er ligt succes. Er ligt absoluut succes. Ja. Als je maar leert dat je bij jezelf blijft en dat jij het goed doet. Wees blij dat jij niet die onberekenbare bent. En leg het aan de kant. Leg het aan de kant. Soms is het goed om eens eventjes contacten op een lager pitje te zetten. Een lager pitje. En ga voor de mensen die jou een vlammend hart bezorgen op een positieve manier. Is dit? Een magische wegwijzer. Je gaat steeds meer van jezelf houden als je ziet dat je jezelf niet meer hoeft te vergelijken. En ik zeg niet meer, omdat we het allemaal doen in de weg van de rijpheid, in de weg van de groei. Natuurlijk zijn er ook mensen die vanaf jeugd af aan dat nooit doen. Die hebben geluk, maar het zit in ons om onszelf af te wijzen. Kijk eens, bevrijden. Wauw, bevrijden. Je mag jezelf bevrijden van een, ik wil bijna zeggen, een cocon waar je in zit, omdat je altijd denkt dat die ander het beter kan. Dat die ander het leuker doet. Verzin het maar. Maar dat is niet waar, want jij bent uniek. Niemand kan het bedenken zoals jij het doet.
Ik ga kijken wat het boekje zegt. Vind ik toch wel heel belangrijk hierbij. Je bent altijd veilig en zeker en vrij om jezelf te zijn. Waar hebben we het hier nou over? Het is toch weer niet te geloven. Je bent altijd veilig en zeker en vrij om jezelf te zijn. Ik heb het net gehad over veiligheid. Die veiligheid hoef je niet bij die ander te zoeken. Die moet je bij jezelf zoeken. Daarom word je daar zo mee gespiegeld. Ja, ik noem het spiegelen. Je komt niet voor niks iemand op je pad tegen waar je van mag leren. En je hebt daar wel degelijk een mening over. Ik weet niet of diegene heel dicht in jouw energie zit. Iemand waar je veel mee te maken hebt. Maar probeer ook eens mensen los te laten. Al is het maar voor een periode. Niks hoeft definitief uit. Het vlammetje mag ook blijven branden voor iemand. Maar als het gedrag jou tegenstaat of het helpt je niet verder, laat het even los. Bevrijden. Voor veel succesvolle mensen is het niet gemakkelijk om hulp te vragen. Maar dat mag je nu doen terwijl je leven zich ontwikkelt. Als je ontdekt dat je je zorgen maakt, kun je hulp verwachten bij elk probleem dat zich nu voordoet. Je hoeft er alleen maar om te vragen en je krijgt hulp. Van Spirit kun je de belangrijkste steun verwachten. Ga een goede relatie met het Goddelijke aan. En je zult zien dat je plotseling alle hulp krijgt die je nodig hebt. Vraag en het wordt je gegeven. Je hoeft niet bang te zijn. Binnen is het veilig. Het gaat hier om veiligheid. Het gaat hier om zelfvertrouwen. Ik word er zo ontzettend blij van. Ah, wat is dit toch prachtig. De reading is ook voor mijzelf, hè? Elke reading haal ik ook weer dingen uit voor mezelf. Wees trouw aan jezelf. Oh, het is zo mooi. Misschien is die blikseminslag ook wel dat je bij jezelf een enorm inzicht krijgt. Een aha-moment van ja, inderdaad. Waarom ga ik niet zelf schitteren? Want ik heb een goed idee. Ik ben iets aan het uitwerken en ik ga dat ook uitbroeden op een gegeven moment. Je hebt de mening van die ander niet nodig. En als je bevestiging nodig hebt of wilt, dan kun je die natuurlijk altijd bij mensen in je omgeving vragen. Maar vraag het dan aan mensen die altijd onpartijdig naar jou kijken. Onpartijdig in de zin van naar hetgene wat je aan ze vraagt. En niet dat ze uit eigen belang handelen. Hè, of omdat ze er iets voor hunzelf in vinden zitten. Dat is eigenlijk hetzelfde. Het is zo duidelijk. Liefteken voor wie dit bedoeld is. Je hoeft je geen zorgen te maken als je maar weet dat je trouw aan jezelf blijft. Ik denk dat er een aha-moment is waar je hart ook sneller van gaat kloppen. Je ontdekt iets. Kijk nou. Er staat hier ook het woord ontdekken. Het is ongelooflijk. Misschien ontdek je wel dit. Als je stil wordt, ontdek je je eigen wijsheid. Je eigen wijsheid, hè? Eigen wijs zijn. Maar ook je eigen wijsheid. En dat je denkt, ja, wat doe ik eigenlijk nog met die persoon? Ik wil dat helemaal niet, want ik word steeds op het verkeerde been gezet en dan ga ik zelf twijfelen. Hou het bij jezelf en vergelijk je niet langer. Het is zo duidelijk wat hier ligt. Hele mooie boodschap. Succes!